Het veld van FCOS is door spelers uit de Jupiler League beoordeeld als allerslechtste. Dat blijkt uit een enquête van de VVCS, de Vereniging voor Contractspelers. Het kunstgrasveld in het Frans Heese Stadion scoort een 1,3 op een schaal van 5. Na elke wedstrijd beoordeelt de aanvoerder van de gasten het veld waarop is gespeeld. FCOS-directeur Peter Bijvelds neemt de uitslag met een korreltje zout. Als het over dit seizoen gaat, hebben pas drie aanvoerders hun mening gegeven over ons gras, zegt hij. Volgens Bijvelds is het kunstgrasveld na een onderhoudsbeurt afgelopen zomer in ieder geval heel veel beter dan vorig jaar. De nieuwe spelers vinden het in ieder geval prima, al dus de directeur. Kunstgrasvelden staan sowieso onderaan op dit lijstje. De top drie bestaande uit Jong Twente, Jong Ajax en NEC heeft een traditionele grasmat.